kom ik weer langs een hele mooie metafoor. Want als je wel eens klanten in de natuur begeleidt, dan kun je er ideaal gebruiken. En hier achter mij ligt bijvoorbeeld een hele grote kluit met takken en halve boomstammen. En wat ik vaak merk bij klanten is dat wanneer ze bij mij komen, dan hebben ze een vraagstuk waar vaak heel veel verschillende facetten in zitten. En het grappige is, heel vaak willen die klanten dan onderaan in zo'n berg de eerste tak weg gaan halen. Nou, je kunt je voorstellen, dat is gewoon hartstikke zwaar en heel moeilijk. En dat is natuurlijk onze rol als coach. En zeker als coach in de natuur kunnen we dan nog gebruik maken van alles wat er voorhanden is. Maar laat ze zelf ervaren wat het betekent om bovenaan bij die bult te beginnen. En al is het takje of het sprietje maar zo klein, dat heeft al zo'n groot effect dat die hoop veel eerder opgeruimd is. Het maakt heel inzichtelijk en voelbaar hoe gemakkelijk je oude shit of rommel of hoe ze het ook noemen, hoe ze dat op kunnen ruimen. Probeer het eens uit. Heel veel plezier!